Welkom YouTube. Vandaag de HBM 200 TIG MOS inverter. Ik ga er nog eens wat mee proberen. Een hoeklasje, geen stotende las, is een overlaplas. En een stukje dikker materiaal lassen. Dat dikker materiaal heb ik er nog niet mee gelast. Ik heb allemaal maar op 2 mm gelast. Ik ga gewoon eens lassen. En dan misschien nog eventjes elektroden lassen. En dan zal ik mijn eindoordeel geven over dit apparaatje. Dit is een mooi, schoon en stil proces. Het meeste wat je hoort is een ventilatortje. En dat geluid valt nog wel mee. Ik begin hier met een overlapnaadje, dus dat was toch weer anders dan een binnenhoek die ik zo dadelijk ga doen. Gewoon weer even erin komen, ik las niet alle dagen met TIG. Dus het is altijd eventjes wennen voor mij. Maar het is wel heel leuk om te doen, dat TIG lassen. Mooi schoon proces. Duurt wel wat langer als ze mag lassen. Maar je krijgt er over het algemeen toch nog mooiere lassen van. Hier de binnenhoek, niks aparts. Geen hoog amperage voor nodig voor zo'n dun plaatje. Dit is dan 2 mm. Je kunt nog veel dunner met TIG. Dat gaat gewoon goed. Je hebt enorm veel controle over het smeltbad. En dadelijk ga ik eens een keer een dikke homp TIG lassen. Dat had ik nog niet gedaan. Dat doe ik ook eigenlijk bijna nooit. Tot 3 mm doe ik TIG lassen. Nu ik kan dan een... Dit is 10 mm. Ik dacht nou... Schroeven de stroom eens lekker op. Eerste naadje doe ik er gewoon in met toevoegen. En de andere lagen die ik erin ga leggen, die doe ik gewoon, daar leg ik mijn draad neer en dan ga ik overheen. En dan wou ik graag proberen van walking the cup, zoals de Amerikanen dat noemen. Zie je de fantastische lassen langskomen als ze dat doen. Ik zeg, dat moet ik ook eens gaan proberen, dat had ik nog nooit gedaan. En daar ben ik een beetje mee aan het oefenen geweest met die duurtest. Ik zeg, ik moet toch 10 minuten lassen. Om te kijken hoe het inschakelduur is. En laten we er maar eens proberen iets moois van te maken. Nou, ik heb het op verschillende manieren geprobeerd. Dat zul je dadelijk in die fotootjes hierboven wel zien. Dat er verschil in zit. In hoe het eruit ziet. Maar dat is gewoon even wat proberen, omdat ik het niet ken. Niemand heeft me ooit verteld hoe het moet. Dus het is, ja, een beetje proberen. En dan ben je leuk bezig. Het is gewoon leuk om te doen. Dus die beweging, als je dat zo ziet, als het versneld gaat, is behoorlijk lomp. Maar in het echt valt er wel mee als je het zit te doen. Maar het apparaatje hield zijn eigen echt enorm goed. Hoge stroom, inschakelduur, geen enkel probleem. Daar heb ik bij nog geen één lasapparaatje van HBM gehad dat hij er echt moeite mee had. Hier kun je zien de verschillende typen die gelast zijn. Het is net hoe je de vooruit loopt. Maar wel leuk, heel leuk om mee te oefenen. Van wat doet hij als ik hem op zo'n manier beweeg? Kun je wat anders proberen, wat doet hij dan? Enorm vlak blijven ze erin liggen, die lassen. Dus ik heb ook twee draadjes hier naast elkaar. Ik zeg, en hier stop ik, blijven ze staan. Dus dat doe ik niet toevoegen, die leg ik gewoon in en dan las ik er overheen als ze erin liggen. Hou ze wel vast, want je smelt natuurlijk het puntje iedere keer eraf, anders zouden ze vallen. Leuk om te doen. Ik heb ermee zitten lassen op een dik stuk. Ik zal even mijn handschoen aan doen. Er zijn een paar lagen over elkaar, 10 minuten aan een stuk, 180 ampère. Hij geeft geen krimp. Hij vindt het niet erg. Nu ga ik de laatste test doen, kijken of je die redt. Een 4 mm dikke rutile elektrode. In principe 200 ampère zou je dat makkelijk moeten kunnen verlassen. Ik ben benieuwd. Als je dat doet, dan komt het helemaal goed.
De zekering is eruit gevallen. Ik heb hem op die 16 ampère zekering zitten. Hij loopt er echt mooi in. Ligt er strak in. Nou, de elektrode ook geprobeerd. Helaas klapte de zekering eruit. Maar hij laste wel fantastisch. 4 mm elektrode. Van ESAP. Rutil 6013. Liep ongelooflijk goed. Het schijnt al een heel oud pak elektrodes te zijn. Maar helemaal niks mis mee zoals hij erin ligt. Het is... Ja, die liep echt lekker. En hij deed het. 4 mm elektrode moet alleen een zwaardere zekering hebben als 16 ampère. Dus op een gewone 16 ampère, niks geen trage zekering. Die stekkers hier onder mijn werkbank, die zijn zo, ik heb het hier en daar. En tegen de muurrekker een paar zitten, die zijn 25 ampère. Alleen ik pak ze meestal onder de werkbank, omdat die makkelijker zitten. Die stekkers zitten wel makkelijker, anders moet je verrijken en lopen die kabels altijd over de werkbank heen. Maar goed, het is jammer, ik had het wel eventjes moeten doen. Niet gedaan. We hebben er zo'n best mee gelast. Op tig behoorlijk gas gegeven. 10 minuten achter elkaar op 180 ampère. Vindt hij niet erg. Doet hij gewoon. Gewoon mee tegen lassen. Doet hij ook fantastisch. De vorige keer dat ik het erover had, zei ik die postflow. Die kun je niet instellen. Nou, heb ik nagekeken. Er zit een postflow op. 4 seconden. Kun je alleen niks aan veranderen. Voor RWS is dat aan de krappe kant, 4 seconden. Maar het kan ermee door, dus je zou er RWS ook mee kunnen lassen. En staal. Heel eenvoudig apparaatje. Niks, geen aparte poespas eraan. Maakt een degelijke indruk. De kleur kun je wel zeggen hier aan de voorkant, maar goed, deze is niet anders. Toets. Voelt goed aan. Niks mis mee. Ik kan er voor de verder rest vrij weinig over zeggen. Het is een apparaatje. Hij doet wat je moet doen. Gewoon een TIG-apparaat. DC, gelijkstroom, dus voor staal en RVS. En hij doet wat hij doen moet. En dat is lassen. Ook elektroden. Had ik er nog niet mee geprobeerd. Maar die 4 mm elektroden, nou, dan heb je behoorlijk wat stroom nodig. Geen enkel probleem. Die liep echt soepel. Ik zet hem erop en hij liep vanaf meet af aan. Liep hij gewoon lekker. Ja, leuk apparaatje. Zeker als je kijkt naar wat die kost. Is het een heel interessant apparaatje. En meer kan ik er niet over vertellen. Ik heb hem in verschillende projectjes heb ik hem gebruikt. Heb je hem al eens langs zien komen in filmpjes. Geen problemen mee gehad. Goed ding. Iets aparts eraan. Nee, helemaal niks apart eraan. Zit ook helemaal niks op, niks apart dus. Als je een gewoon TIG-apparaatje zoekt, eenvoudig, alleen voor staal en RVS, doet je het. Houd er wel rekening mee. De nastroomtijd van het gas is maar 4 seconden en kun je niet veranderen. Ik zag nou een foto op de site van HBM. Daar stond ze zelf op, ook de TIG 200. En daar zag ik een extra knop op zitten om de postflow te veranderen. Dus daar zou je hem wel zelf in kunnen stellen. En als je hem naar een seconde of 8 kon trekken voor RWS, zou dat heel mooi zijn. Maar met deze gaat het ook. Ik zal het navragen bij HBM hoe dat nu zit, of ze een nieuw model hebben. Die functie wel heeft, dat je hem in kunt stellen. Hier is het een vaste functie. En dat werkt ook gewoon. Hier wou ik het bij laten, wat betreft de TIG 200. Vind je de filmpjes leuk? Duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes van mij zien, kun je eigen abonneren op mijn kanaal. En als je het belletje aanklikt, word je op de hoogte gehouden wanneer ik een nieuw filmpje upload. En ik sluit af zoals ik altijd doe. En dat is zoals wij in Brabant zeggen. Houdoe. En niet vergeten, thuis de goede beschermingsmiddelen aandoen. Overal handschoenen, bril, laskap. Niet gaan zitten lassen net als ik. Ik ben vandaag een beetje op de Amerikaanse tour, want daar zitten ze allemaal in de korte broek en t-shirt te lassen. Als je zoveel last,
je verbrandt leven door het UV-licht. Ik heb mijn eigen ingesmeerd met factor 5 voordat ik eraan begon. Ik zeg, dat moet dat wel kunnen leiden. Maar ik geef het mee, doe het thuis niet. En net als mijn elektrodenlassen, wat ik net deed, moet je absoluut al nooit doen, dat spettert. En mag lassen, precies hetzelfde, dat spettert. Zorg dat je goed beschermd bent. Houdoe!